wel kunnen zien. Ja, maar ik doe niet anders. Als ik in de stad loop, kijk ik alleen maar, is er iets te zien? Kan ik wat fotograferen? Kan ik het gebruiken in mijn werk? Die serie die ik vroeger heb gemaakt, heb ik een hele serie over de oorlog gemaakt. Over Theresienstadt. En heb ik de muren gefotografeerd en al die tekens die op de muren staan. Dus ik ben wel gek op die oude muren. En je vindt het ook terug in de boekjes, in mijn werk. Achter de foto's komt weer zo'n oud stukje muur. Je kan zo. Wat is je nieuwste project? Ja, ik ben nu echt bezig. Ik had een hele verzameling kruisen. Ik heb Jezus van het kruis gehaald en weer op een andere plek. Maar de achtergrond is foto's. En van die foto's zijn net tegeltjes. Die heb ik dus op heel hoogglanzend papier afgedrukt. En daar weer kleine stukjes van gemaakt. En dat als een mozaïek in elkaar gezet. En heb ik Jezus maar weer op een andere plek gehangen. Ja. Maar dat komt nog. Daar ben ik nog druk mee bezig. Ik hou wel van kunst, maar zelf niet levenslang in de kunst om het te doen. Hoe ben je eraan begonnen dan? Ik ben in 2005 begonnen, kan ik me herinneren. Oh. Ik denk, ik moet een hobby hebben. Fotografie was misschien wel aardig. Maar ik denk, ik ga gewoon eens proberen. Als een ander het kan ik het ook. Ja. Zoiets heb ik ook met tegels zetten. Als een tegelzetter tegels kan zetten, dan kan ik het ook. Maar dan is het niet meer nodig, want dan liggen ze er al. Ja. Enfin, ik ben in 2005 begonnen. Door wie ben je geïnspireerd of door wat? Vooral door de cobra-kunst. De eenvoudige kunst. Zeg maar het kunst van het kind. Het kind zijn. En met name onze Twentse kunstenaar Jan de Wierik heeft me erg geïnspireerd. Die laat zich niet leiden door iets. Door technieken of iets dergelijks. Hij gooit ook iets op het doek en dan ontstaat er ook iets. Ik ben al blij als mensen erom lachen. En daar zelf iets in zien. Mij wordt wel eens gevraagd van, wat zie je er dan zelf in? Ik zeg, ik kan er van alles in zien, maar het is aan u om te beoordelen of je het leuk vindt of niet. Ik heb geprobeerd mijn kleinzoon te portretteren vanaf een foto. En dat is redelijk gelukt. En dan stuur ik dus op naar mijn zoon en zeg je, ken je deze jongen? En dan zegt hij, ja, wel ergens van. Maar waarvan weet ik niet, zegt hij. Dus dat is het.